Vandaag uh, gaan we het hebben over de 12 hefbomen van transfer. Want in al onze podcasts hebben we het vaak over leren, over leermiddelen, leerinterventies. Maar hoe weet je nou eigenlijk dat iemand ook echt iets heeft geleerd en dat ook gaat toepassen, oftewel vindt er gedragsverandering plaats. Nou, ik ben zelf ook heel erg blij dat uh, Britt bij ons te gast is, want uh, nou, zij is in mijn ogen wel echt expert op dit onderwerp. En zij heeft mij er zelf ook al heel veel over geleerd in onze gesprekken. En vandaag mogen we haar interviewen. Brit, vaak beginnen we met een introductie. Dus kun je eerst eens wat over jezelf vertellen? Learning Innovators. De podcast van PluVo over leren. Jazeker, dat kan ik. Um, ja, mijn naam is Britt Brackenie. Um, ik noem mezelf altijd Learning and Development Specialist. En de laatste tijd, de laatste jaren, is daar het thema transfer bijgekomen. Um, ik vind het echt onwijs leuk om andere learning en and development professionals te helpen om effectievere trainingen en leerprogramma's te maken. En ik zie er altijd kansen in over uh, hoe je dat doet in de werkomgeving. Dat is toch iets wat we vaak uh, vergeten. Um, dus dat doe ik nu als uh, freelance consultant voor verschillende learning en development professionals en organisaties. Wat moet ik denken bij het transfer? Denk ik dan aan mensen die van plek veranderen, of is dat? Kennis die van plek verandert. Ja, leuk hè? <laughs> het is dat laatste. Oké. Okay. Ja, dus uh, komt natuurlijk ook wel een beetje uit de voetbalwereld. Maar uh, in dit geval gaat het erover dat, uh, nou, dat wat je leert tijdens een e-learning of tijdens een training, dat je dat ook gaat toepassen in je werk. Um, dat je die inzichten gebruikt, dat je die vaardigheden dan ook weer uh, verder brengt. En dat blijft doen. Dat is voor mij transfer. Dus dat gaat ook over gedragsverandering. Ja, oké. Okay. Dat je ook echt ziet dat het, dat het echt binnen is gekomen. Het is echt van plaats A naar plaats B gekomen. Zeg maar. ja, ja. ja, want we kunnen natuurlijk hartstikke leuk een uh, training volgen... maar als we daar vervolgens niks mee doen in het werk... dan voelt dat voor mij een beetje als een zinloze investering. Dat ja, dan tijd... is het weer een check on the box. Van, ja, ja. Het is... Uh, we hebben dat onderwezen, dus we kunnen weer door. En dat zien we natuurlijk ook nog steeds heel vaak. Dus, ja. ja, want als jij naar de praktijk kijkt... Hoe ver, ja, in hoeverre zijn trainingen bezig met echte transfer van de kennis? Ik denk hè, eerlijk gezegd, dat wij Learning en Development Professionals daar al wel heel graag mee bezig willen zijn. Maar dat we nog niet altijd weten hoe we dat goed kunnen doen. Dus transfer, als ik daar met andere mensen over praat, dan is het ja, vet thema. Ja, daar, daar, daar moeten we iets mee. Maar hoe dan? Um, en dat is op zich ook wel logisch, want als je naar alle onderzoeken kijkt, dus al meer dan 120 jaar wordt dit al onderzocht, um, daar komen meer dan 100 factoren uit. Ja, dat is gewoon niet te doen voor ons. Hoe gaan we daar dan allemaal rekening mee houden in ons werk? Dat is uh, ingewikkeld. 100 factoren, zeg jij. Ja. Jeetje. En, en ja, je bent expert op het onderwerp dan. Hou je dan ook echt rekening met al die 100 factoren? Nee, nee, zeker niet. Nee, ik uh, werk samen met een Oostenrijkse onderzoeker, Ina wijnbouwer heidel En daar ga ik jullie uh, straks ook meer over vertellen, over die uh, 12 hefbomen voor transfer-effectiviteit. Hm. Kijk, ja, er zijn inderdaad volgens mij 12 die je geval hebt uitgepikt die het belangrijkste zijn dan. Ja. En dat ja. is vooral is dat voor het overbrengen of juist voor het checken of het heeft beklijfd? Of de, dat mensen dus doen wat ze moeten doen? Dat mensen doen, uiteindelijk die gedragsverandering laten zien in het werk. Ja. Heb je hem al helder? Heb je, vertel, heb jij laatst <laughs> nog een training gevolgd of iets? Dan kunnen we het misschien concreet maken. Ja. <laughs> Nee, daar kan je beter aan heen, aan heen Die volgt hem meer. Ja. Ik volg al redelijk veel trainingen. Ja, dat nee, training. is heel slecht. Ja. Ik bedoel, ik, ik, nee, ik volg niet de trainingen. Uh, nou, ik vind BHV-training altijd een heel goed voorbeeld. Want ik ben ook met die trainer daarna in gesprek gegaan. Want een BHV-training, jij komt daar dan voor de eerste keer... en je krijgt superveel kennis over je heen gekotst, zeg maar. <laughs> en uh, je moet wat dingen doen. En uh, een beetje brandje blussen, dat is dan ja, op zich wel wat te doen. Maar maske. bijvoorbeeld die stabiele zijligging. Ik weet dat ik hem geleerd heb. Maar als jij hier nu neervalt, Britt. Ja. Ik weet niet of ik het zou kunnen doen. Want ik heb het één dag ik heb het geleerd. En daarna is het klaar. En volgend jaar doe ik het weer. Ja. Ja, de eerste ja. tip is gewoon 1 en 2 bellen, toch? Ja. En we kunnen het oh, nee. even proberen. Nou, als jij even hier gaat liggen, ja. <laughs> zou ik jou de podcast hebben neergezet. Ja. Oh, nee, ja, dat uh, heeft dus een hele duidelijke reden. Um, omdat er gewoon weinig toepassingsmogelijkheden zijn. Dus die situaties waarin. dat je die stabiele zijligging zou kunnen oefenen. die zijn gewoon beperkt. Dus dat is best uitdagend. Hoe ga je er dan toch voor zorgen. dat mensen het kunnen op het moment. Op het moment dat het gebeurt en het nodig is? Ja. Ja, wat, wat ik zelf wel interessant vind als een. zo'n. Kijk, bv trainingen dat zijn dat soort fabriekjes, toch? Iedereen moet ze ook maar doen. Yeah. En dat is even één dag en dan, dan heb je je diploma. We ze niet eens de een toets te maken eigenlijk. Maar heel veel dingen die je daar leert... Ik weet niet of het een van je hefbomen is... maar wat ik mij kan voorstellen vanuit blended learning... dat je zegt, je kan het best wel een beetje opsplitsen... dat je wat theorie van tevoren en achteraf krijgt... en al die oefeningen, die doe je daar dan. Maar wij kregen alle informatie over ons heen. En oh, yeah. Ik weet niet eens meer wat. En dat nee. is niet eens zo heel lang geleden. Hè? Erg, hè? Ja, zonde. Yeah. Ja. Dus nee, maar je zou het ook een beetje bij kunnen houden, toch? En het is niet jij, maar stel je voor dat geautomatiseerd iedere twee maanden of iedere drie maanden jij weer even een mailtje krijgt met. Denk je nog uh, dat het zo en zo en zo zat? Ja. Maar nog ja, dat is iets heel anders. Dit, nee, dit ja. is helemaal niet iets heel anders. Dit gaat over transfer. Dus wat jij nu zegt is echt een top idee. Hoe zorg je er nou voor dat je continu mensen weer herinnert aan wat ze moeten doen in bepaalde situaties? Nou, dat kan met een mailtje. Ja. Kan met een herinnering. Precies, ja. kan met het kan met van alles. Ja, en dat is leuk. En daarin. Wat ik ook altijd wel tof vind, is daar komt je creativiteit ook in terug. Dus daar kun je ja, van alles over bedenken. En goed nou, bij de doelgroep kijken waar zij behoefte aan hebben. En of dat dit een struikelblok is. Want je hebt ook soms trainingen waar ze heel veel mogelijkheden hebben om het toe te passen. En dan hoef je niet eens te, die herinneringen te sturen. Dus. Daar zit ook de uitdaging, door in elke context goed te onderzoeken wat is hier nodig om die transfer te maken. Um. Ja, maar je hebt met heel veel factoren te maken. Bedoel, als we die BAV aanhouden, dan heb je, zeg maar de organisatie die het organiseert. Mm -hmm. Door als ik die organisatie zou zijn, zou ik inderdaad. Die mailtjes gaan sturen. Alleen al omdat je na het derde mailtje kan zeggen: Het is weer tijd om langs te komen. <laughs> toch? Ja, er niet... zit ook nog een beetje sales aan. <laughs> ja, toch? <achter. ja. laughs> ja. Op zich moet je al eens per jaar of eens, toch? Moet je, moet je op herhaalcursus gaan? Dus ja, probeer gelijk zo'n zo lange, durig traject bij de organisatie te binnen te fietsen. Ja. Dat zou ik ja. daar doen, maar tegelijkertijd heb je de ld mensen die het ook natuurlijk weer moeten. Of ik weet niet of het de LND, de HR-manager, in ieder geval moet weten: heeft iedereen het gedaan? En wie moet ja. het nog doen? Dat is eigenlijk degene waar we nu voor aan tafel zitten, een beetje. Hoe, hoe, hoe zorgt die ervoor dat die niet hoeft te micromanagen, maar wel weet hoe die hoe overal de transfers lopen? <laughs> Om het woord dat transfer is, het Dat blijft. is heel mooi gezegd. Ja. Ja. ja, want dat is inderdaad wel goed onderscheid. Want enerzijds heb je dus de trainer, hè, dus ik kan in mijn leerontwerp rekening houden met ja. jouw twaalf hefbomen, denk ik. Uh, maar je ziet toch vaak inderdaad, binnen organisaties... dat ze trainingen inkopen of e-learnings inkopen. Ja. En wat kun je dan doen als je zelf niet eindverantwoordelijk voor het leertraject bent? Ja, er zijn dus meerdere mensen betrokken om die transfer mogelijk te maken. Dus om echt impact te maken. En nou ja, zoals ik daarnaar kijk, is dat echt een samenspel met elkaar. Dus de deelnemers zijn diegenen die de keuze maken om het geleerde te gaan toepassen. Als zij er niet gemotiveerd toe zijn dan gaan zij het ook niet doen. Je hebt natuurlijk de manager van de deelnemers. Die heeft echt, als je naar onderzoeken kijkt, echt een cruciale rol in dat transferproces. Um, we denken daar vaak heel groot over, maar dat kan al heel klein door vooraf aan te geven: uh, Henny, wat top dat jij niet naar die BAV-training gaat, want dat is echt belangrijk voor onze organisatie. Want dan uh, zijn wij gecertificeerd. En op het moment dat er iets gebeurt, uh, dan kun jij handelen. Dat maakt dus al het verschil of dat iemand, hoe iemand naar zo'n training toe gaat. Um, dus dan heb je de deelnemer, je hebt de manager als LD, als ontwerper heb je natuurlijk ook, kun je daar ook invloed op uitoefenen in het ontwerpen, ook in je adviezen. Je hebt de collega's uiteindelijk in het werk die het kunnen verwelkomen van oké okay, top dat je naar die training bent geweest wat fijn maar soms gebeurt het ook wel eens dat ze zeggen oh je bent zeker naar die training geweest oh, ja. weet je wel ja, ja, ja. dus er zijn ja. zoveel mensen betrokken in dat proces uh, en dat maakt het wel een soort van lastig ook alweer want er is niemand echt verantwoordelijk wie is dan eigenlijk verantwoordelijk voor die transfer en wie dat zou dat, dan... dat moeten zijn in jouw ogen ja, ik vind dat dus echt een ingewikkelde vraag, vind ik echt. Uh, want uiteindelijk is voor mij de opdrachtgever... die wil een verandering bereiken in ja. zijn team, in zijn afdeling. Dus ik denk dat die verantwoordelijk moet zijn dat dat plaatsvindt. En dat L&D toch uh, nou ja, daarop meelift en probeert... om die opdrachtgever daarin zo goed mogelijk te voeden... Um, en te helpen om die transfer mogelijk te maken. Zo zie ik hem een beetje. Ja, precies. Dus stel je voor wij zeggen, het MT van Pluvo zegt, wij willen dat mensen bijvoorbeeld meer security awareness krijgen. Dat is eigenlijk onze opdracht. Mm -hmm. Dan hebben we het inderdaad over verplichte training. Want volgens mij zit er ook een verschil tussen ik wil iets leren ja. versus ik moet wat leren. Ja. Dan moeten wij eigenlijk ook de eindverantwoordelijk zijn, zodat de managers geïnstrueerd worden om iets mee te doen. Um, de communicatie eromheen, maar ook dat L&D... Dat kan supporten. Dat zeg je dan eigenlijk. Zo zie ik het wel. Ja, ja, ja. ik vind dat toch. Uh, ik merk dat ook heel veel uh, als ik nu andere learning en and development professionals begeleid, dat die relatie met zijn opdrachtgever toch altijd een beetje, ja, of niet goed, goed gevoed is met wat je nou precies van elkaar verwacht. Maar dit zou een hele mooie zijn om daar met elkaar ook het gesprek eens over te voeren. Wat verwachten we nou van elkaar? Wie is nou waar verantwoordelijk voor? Wie kun je waarop aanspreken? En wie de, doet dan wat in dat proces om die impact te maken uiteindelijk? Ja, ja want je wil vaak... Dus stel, je wil binnen je team dat er wat verandert of dat er wat geleerd wordt maar je wil ook weer niet gelijk de verantwoordelijkheid hebben... om dat ook constant te polsen of dat wel gebeurt, toch? Want dan neem je weer een taak erbij... Ja. voor je gevoel dat je het al zo druk hebt, zeg maar, toch? Ja. Dus dat wil je ook wel weer ergens anders beleggen. Nou, en daar dus verwachtingen over uitspreken. Dus je kunt ook zeggen als opdrachtgever... kijk, ik heb uh, beperkte tijd, hoe gaan we onze samenwerking vormgeven? Misschien kan de trainer daar iets in doen... Uh, om dat ook in het werk te doen. Of misschien een leidinggevende of een manager... Of misschien een collega in de afdeling die al super goed daarin is, die dat leuk vindt om ook. Weet je, daar moet je een beetje met elkaar ook naar gaan zoeken. Maar wat zijn de kansen? Waar liggen die? ja dus in zeg je sowieso het gesprek aangaan wie is er voor verantwoordelijk is dat dan ook een van de hefbomen nou, wat, jij denkt wat zijn die hefbomen ja eigenlijk nou? e wel ja, ik ben heel benieuwd zal ik hem, uh, eerst eens dus wat meer vertellen over hoe die uh, tot stand zijn ja, dat gekomen is goed. Ja. want het mm. is niet mijn verhaal wat ik hier aan het vertellen okay. ben ja deels dit is natuurlijk mijn verhaal maar maar van die Oostenrijkse dame. Maar die Oostenrijkse dame, die ja. heeft echt prachtwerk verricht. Die dus... zat daar in de bergen. <laughs> ja, tijdens het skiën. Ja. Hola, <laughs> oh, die je. erbij. dacht Ja. Oh, oh, oh. Uh, nou ja, zij heeft. Um, het is inderdaad de Oostenrijkse dame heeft daar PhD hierin gedaan. Want zij dacht op een gegeven moment, ja, uh, hebben mijn trainingen überhaupt wel impact? Dus zij is daar, volgens mij heeft ze twee of drie jaar lang op, op haar zolderkamertje, dus niet in de berg, op haar zolderkamertje heeft ze gezeten, um, om te, in al die transferonderzoeken te duiken. Nou, toen kwam ze dus meer dan honderd factoren tegen. Um, en dacht ze, ja, maar hier kunnen we niks mee. Dus is ze met een aantal andere learning en and development professionals gewoon eens gaan kijken naar die factoren, naar die onderzoeken, van hé, hey, waar hebben we nou invloed op? Um, bijvoorbeeld je intelligentie. Uit onderzoek blijkt als je slimmer bent of een hoger IQ hebt, dat je dan beter in staat bent om die transfer van de training naar je werk te maken. Maar goed, wat kunnen we met, wat kunnen we met dat inzicht? We kunnen niet bijvoorbeeld iemands IQ in één keer opkrikken, voorafgaand aan een training en zeggen. Nou, jij mag wel komen en jij niet, lijkt me een beetje vreemd, toch? Um, dus dat is, dat, is, ja, dat is een beetje gek. Dus die factoren die heeft ze eruit gesloopt. Um, en daarna is ze gaan kijken... oké, okay, waar zijn onderzoekers wel heel blij mee? Maar is misschien maar zo'n klein beetje impact... wat we daarmee maken? Uh, zij heeft echt gekeken naar de factoren... die de resultaten kunnen verdweedubbelen... of kunnen verdriedubbelen dat mensen het doen. Echt impact maken... Ja, precies. En zo is ze dus op die twaalf hefbomen uitgekomen. Oké. Okay. Ja. ja, precies. Je bedoelt, intelligentie is niet iets waar je, waar je aan kan draaien. Dus ja, waarom ja. zou je. Zou je ja. Zo, alle geslacht of leeftijd, dat zijn ook van die dingen. Doen. Ja, dat ik je, kan, iemand... niet, kan, kan het proberen. Maar... Ja. <laughs> <laughs> iemand komt binnenlopen en die is gewoon dat, dat, dat is wat diegene is. Ja. En daar moeten we het mee doen. Ja. Ja, Toch? ja. ja inderdaad. En um, nou, als je dus kijkt, dan heb je dus. Die twaalf factoren die zijn onderverdeeld in drie categorieën. Dat, uh, nou, het eerste onderzoek wat over transferging ging was van Baltwin en Ford. daar zag je die ook al in. Dat is de lerende, de doelgroep, de deelnemers die in de training zitten of die de e-learning volgen. Je hebt het leerontwerp, het design wat je maakt, draaiboek als het om één sessie gaat. En je hebt de organisatie. En met organisatie bedoelen we niet de planning en organisatie, maar die werkomgeving. Dus wat zit er in die werkomgeving, de werkplek waar de mensen ook het geleerde moeten gaan toepassen. En um, ja, dat zijn de drie categorieën waar de hefbomen onder vallen. Het leerontwerp en de organisatie. Ja. ja. En zijn die alle drie even belangrijk? <laughs> dat is weer zo'n goede vraag. Ja, je kunt... Uiteindelijk vallen daar hefbomen onder. Maar wat ik mooi vind aan dit model, is dat bij de organisatie dat daar vijf hefbomen onder vallen, En dat zijn wel de meeste hefbomen. En ik... Ja, zonder, zonder organisatie geen training. Ik bedoel. <laughs> ja, dat, zo kun je het ook zien. Ja, ja. Ja. Maar wat daar ook mooi aan is, is dat we vaak zeggen van die werkomgeving, dat vinden we nogal ingewikkeld. Want wat kunnen wij daar dan in doen als learning en development professionals um, en dit model laat dus zien oké okay, niet alleen deze factoren binnen die werkomgeving daar hebben we invloed op maar ook hoe je dat dan kunt doen oké okay. ja dus, dus je hebt bijvoorbeeld die, die manager mij, ja, die zit ook onder de organisatie zeker dus, uh, steun van leidinggevende steun van collega's het gaat over zijn er überhaupt mogelijkheden waarin ik het geleerde kan toepassen het gaat ook over uh, hebben mensen voldoende tijd en ruimte om het in het werk te gaan doen, persoonlijk transfervermogen is dat. En ook de transferverwachtingen in de organisatie klinkt ook lekker abstract, zoiets. Maar ik zal een linkje toevoegen of iets met jullie delen, waardoor mensen dit nog even terug kunnen kijken, dat lijkt me misschien wel handig. <laughs> ja, want die tijd en ruimte, ik denk dat dat eigenlijk, als je een beetje mijn ervaring spreekt, de meest onderschatte factor is. Want al heb je manager die juist in support, heel veel mensen zeggen: Ja, maar ik heb, dat hoor je wel eens, ik heb geen tijd om te leren. Nou, ze leren de hele tijd. Maar daarbuiten is van: Ik heb geen tijd voor een training. of ik heb daar geen tijd om het toe te passen. Ja. Ligt dat eigenlijk ook aan je, nou inderdaad, de organisatiestructuur, dat je daar vanuit je management eigenlijk ook meer prioritering aan moet geven? Ja, de reden dat die bij de organisatie staat, want je zou hem eigenlijk ook bij de lerenden kunnen zetten. Ja. Hè? Dat is, dat is de reden dat hij bij de organisatie staat, is omdat een leidinggevende of opdrachtgever daar ook veel invloed op kan uitoefenen. Um, dus ja. Ja, want ik wil natuurlijk wel dat je die deadlines nog haalt. Ook al heb, <laughs> ook, ook, ook al heb je een training voor de, van de aankomende week, boeit me niet. En nee. dat is dus ja. inderdaad wel een ding: want het formele leren moet je wel in je werkzaamheden plotten. En daar moet je inderdaad wel ruimte voor maken. Dat vanavond, niet vanavond. <laughs> nee, precies. Ja. Dat moet in de tijd van de, van de organisatie. Ja, En zeker als het dus gaat over die toepassing. Ja. Ja. Dus je kunt ook misschien nog wel een e-learning s'avonds volgen. Wat je ook vaak ziet dat mensen dat toch een beetje in hun eigen tijd doen. Um, ja, maar, maar het echt niet die toepassing, hoeven toepassing. Ja, soms er zijn nog steeds organisaties waarin ik dat tegenkom, waarin dat toch een beetje. Zo van doe, doe dit maar even. Ja, of waarin de, de deelnemer zelf zegt. Ja, ik heb gewoon in mijn werk tijdig ja, nee. niet de ruimte, dus ik doe het dan liever gewoon even 's avonds, want dan heb ik daar wat meer aandacht voor. Ja. 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 Is ook weer een signaal, natuurlijk, ja, in de organisatie. Maar dat. Ja, precies. Maar, maar het, gaat... het zit soms ook bij de. Ja, dat weer een ander probleem. Het zit soms ook in de mensen zelf, die die gewoon hun werk van tafel. Ik bedoel, als ik de hele tijd bezig ben met een zero inbox, dan, dan mm -hmm. ja, is dat, is dat een doel of ja? Doel? Ja. Ja. Maar ja. Ja, precies. Dus dan zeg jij, ja, ik ga een cursus uh, time management volgen over Outlook. Want dat is een leuke e-learning die er toevallig een pluvo is. <laughs> en dan ga je die lekker op de, werk, op je, op de bank zitten doen thuis. Maar gaat het gaat inderdaad om: kun je het straks ook toepassen in je werk? En, en... dat je daar tijd voor maakt om dat in te plannen yeah. of uit te denken. Want volgens mij we hebben we laatst ook een podcast gehad met Lipaya, En dat gaat bijvoorbeeld meer over persoonlijk leiderschap. En zij hebben altijd een beetje de moment of truth ook. Dus daar hebben ze een training gehad. En. Um, dan moeten zij gaan bedenken: oké, okay, je hebt dus de training gehad en je wilt bijvoorbeeld uh, actiever in een vergadering optreden. En dan moeten ze ook invullen: wanneer ga jij uh, nou, je mond opentrekken tijdens de vergadering? En dan krijgen ze daarna in de app-melding: een melding, is dat ook echt gelukt? Oh ja, fantastisch. Ja, dat is zo, zo doen zij dat. Ja, ja. En daarmee inderdaad, wat jij ook zegt, je, 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 heb, je moet in je werk moet je het gaan doen. Maar dat kost ook tijd, want één keer je mond opentrekken. Wil nog niet zeggen dat je tevreden bent over hoe je je mond opengetrokken hebt, toch? Ja, nee, als je alle stomme dingen dan zegt, dan. Ja, <laughs> ja. dat je denkt, oh, dit was misschien ja, ook niet dat zo doe ik handig. Dit is ook nooit meer. <laughs> maar dat is het ook. hè. Dus als je bijvoorbeeld een slechte ervaring hmm. hebt gehad. en je hebt wel een soort van methodiek proberen te, te passen. kan het ook zijn dat je denkt, ja, dit doe ik nooit meer. Nee. Laat maar zitten. Nou, ja. weg impact, ja. toch? Maar het kan ook zijn dat je denkt, oh nee, ik heb het nu één keer gedaan ik kan het nog niet, maar laat ik eens even reflecteren of eens even wat feedback ophalen van hey, hoe is het overkomen? Wat kan ik dan de volgende keer anders doen? Maar nou ja. dat vraagt wel tijd en ruimte van, ja, ja dat moet je zelf pakken of die gegeven, gegeven moet, worden. moet worden precies ja ja en als ja. je dan een manager hebt die op de hoogte is van jouw leerdoelen, die zit bij die meeting, idealiter geeft die dan ook die terugkoppeling. Hey, ik zei hey, je hebt uh, gedaan wat je zei dat je ging doen. Ja. Hoe vond je dat gaan? Ja, idealiter zit die manager ook in een vergadering. Ja, toch? Ja. Ja. <laughs> die zit er dan bij. Ja. Mijn leerdoel is mijn mond open trekken tegen mijn manager. <laughs> ja, ja. manager zegt, doe maar niet. <laughs> ja, doe maar niet meer, stop er maar mee. <laughs> Klaar. Ja, precies, even andere leerdoelen. Beter luisteren. Ja, ja. grappig. Nee. En als je dan kijkt ook naar het onderzoek wat daarachter zit, dan weet je gewoon, dit is een. Uh, 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 wij mensen zijn gewoon niet zo goed in plannen. Dus hoeveel tijd gaat het jou kosten om een training te volgen van twee dagen? Als ik dat zo aan jullie zou stellen, hoeveel tijd zou je dan blokken? Voor een training van twee dagen? Het maakt vanaf wat het fysiek nee, het is. Heel flauw zou je wel klassiekal. zeggen, twee dagen natuurlijk. Yeah, ja. ja, precies. Maar dat is wat mensen doen toch? Ik ga naar die training, dus ik blok in mijn agenda die twee trainingsdagen. Ja. Dat is een klassieke training inderdaad, ja. dan ga je daar gewoon heen. Sorry, ja. Even vanuit dat perspectief. Maar ook als je een e-learning gaat volgen, ja, die plan je misschien niet eens in. Die ga je naartoe en die ga je volgen. Ja. En misschien plan je wel in trouwens. Ja, maar daar op. ga je ook niet extra tijd in ruimen voor. Oké, okay, ik moet straks uh, nog dit en dit daarmee doen. Of ik wil daar nog even op reflecteren of nog eens naar kijken. Dat, dat doen oh. mensen gewoon niet. En, nee, maar nou, dat, dat vind ik dus ook raar. Ik zie ook dat, over e-learning gesproken. Je ziet heel vaak dat iemand onwijs grote e-learningen maakt. En die dan aan iemand geeft. Mm -hmm. Terwijl als je diegene helpt met een beetje planning en je zegt: Oké, okay, ik, ik kneep hem op in tien kleine e-learnings en ik bied hem je om de twee weken aan. En in, in, na twee weken zit er ook wat reflectie op in de eerste e-learning. Ja. Dan kom je tenminste nog eens ergens. Maar. Dit is dus ook een van, van de, de tips. Waarom gebeurt dat niet? Ja, omdat we toch denk ik ook nog: Ja, oké, okay, er is gewoon een mythe in ons vakgebied. In het Engels noemen ze. Is this learning as reviewing? Dus bijtanken of tanken. We gaan uh, ervan uit. Leren is als tanken. Je gaat naar het tankstation. Je hangt een slang erin. Je vult je tank. Klik, klik, klik. Met allemaal kennis. Vervolgens ga je rijden. Uh, 120 kilo oh Dat mag trouwens niet meer. 100, ja, 100. kilometer per uur. <laughs> uh, 30. <laughs> ja, dat mag binnenkort weer, toch? <laughs> um, maar, maar dan ja vanuit leerperspectief. Al die kennis zit erin. En we gaan ervan uit dat we daar meteen mee aan de slag kunnen gaan. Maar dat is gewoon niet. Zo. Dus het is ook een mythe wat we met elkaar moeten doorbreken. Wat jij zegt, is echt de perfecte oplossing. Knip het op, maak er een proces van in plaats van een eenmalig iets. Um, zodat ja, je moet er vanuit gaan, het is niet zo, inderdaad. Ik heb het je toch gezegd. Toch? Dan krijg je dat zo. Ik, ik heb het je toch uitgelegd? Kom, ja. Waarom doe je dat nou nu zo moeilijk? Nee, maar dat is zo raar. Ik bedoel, je moet inderdaad... Mensen moeten het leren. Bedoel, de eerste keer dat je iets hoort, snap je dat gewoon niet. En dan moet je nog eens even nadenken, toch? En dan wil je daar vragen over stellen. Ja. En, en dan hopelijk heb je, het een keertje, heb, je, heb je het een keertje door na een paar keer. En dan wil je het ook eens een keer gaan toepassen. Ja. En dan denk je, oh, maar ik snap het denk ik toch nog niet zo goed. Nee. Hoe zat dat ook al Nee, eindelijk? precies. Ja. Die, die, ja. die trainer van die ene training die je die ene dag hebt gedaan. Het is niet dat je die persoonlijk even kan opbellen. Want ik had nog eens wat vraagjes. Toch? Oh, was het maar zo. Ja. He? Zouden we, ja. zou we daar als organisatie zijn er ook maar gewoon wat meer geld in durven te uh, steken? Ja. Dat vind ik ja. soms wel bij die transfer maatregelen, zoals we dat zo mooi noemen. Ja, dat, dat kost natuurlijk ook gewoon tijd en geld van mensen. Ja. En dan zijn we vaak toch wel geneigd om dan te zeggen: nou doe dat dan maar niet. Ja, neem die BFV-training. Wij kijken hm. natuurlijk ook een beetje naar de prijs. En als iets hm. twee keer zo duur is, maar je kan wel de trainer mailen, hadden we dat dan gedaan? Ik denk het niet. Want ja, je gaat dan toch een beetje Nee, kijken, maar ik zou, ik zou als bh zou ik zou eerder gewoon een, weet ik veel, een gesloten website uh, aanbieden waar ze ja, ten alle tijde video's kan Op kijken. Op of zo. Zoiets. Goed bezig, Annie. Nee, maar ik bedoel, je moet toch ook, daarin nou, zou ik een soort uh, klantenbinding inderdaad ja. doen. Zo van, oké, okay, je hebt bij mijn een training, dan krijg je jaarlang jaar lang toegang. Door die portal. Kan je video's kijken. Zolang je erbij neervalt, kan iemand anders je weer helpen. Ja, en zo zou ik het ook geven. Ik zou ze ook gewoon, zeg maar, niet. Bfv is niet één dag training, maar het is inderdaad een soort licentie die je afneemt. Ja. ja. Toch? Een abonnement voor. Ja. ja. En dat je dan elk jaar mag je dan één keer fysieke training. En je mag zoveel mensen, zoveel nieuwe mensen. En je krijgt toegang. Want, maar ja. daarmee laat je ook zien, het is meer dan alleen die training. Ja. Daarmee laat je ook zien. Je moet het onderhouden. Je moet eens een keer een videootje volgen of kijken om, om het weer even op te frissen. En dat is denk ik heel goed als we dat ook met elkaar wat meer laten zien. Wat is er nodig zodat jij dit ook daadwerkelijk kunt gaan toepassen? Het is niet alleen die eendaagse BHV-training en dan stoes, Maar oké, okay, je moet misschien elke maand wel eens even een videootje kijken. Ja, is zeg maar, nee, we hebben het een beetje over special learning, wat leren echt uitspreiden over tijd. Mm -hmm. Heeft dat ook te maken met het leerontwerp en dan even die hefbomen? Of is dat toevallig iets moois wat we daarnaast ook kunnen doen? Um, nou, dit, dit koppelen we vaak dan wel aan de hefboom persoonlijk transfervermogen. Okay. Dit neem je mee in het ontwerp van je uh, leerprogramma of leerinterventie. Ja. Ja, want als we daar nog een beetje op inzoomen. Uh, leerontwerp. We ja, we ja. hebben ze nog niet alle twaalf gehad. Ik, ik, dus nee. ik heb er vijf. <laughs> Hoeveel heb je er nou gehad? Nou ja, eigenlijk zes. Ja, oh, dus de organisatie hebben, hebben we gehad. Ja. En we zijn nu eigenlijk bij het leerontwerp. We oh, oh, wil leerontwerp. dit even op een oh. lijstje oh. hebben. Ja. Nee, ik probeer het mee ja. te beginnen. Ja. Ja. <laughs> nee. en dan vergeet ik het niet. <laughs> ja, uh, leerontwerp dat gaat over aan de voorkant heldere verwachtingen scheppen. Over wat je überhaupt wil dat mensen na afloop gaan doen in het werk. Maar ook wat ze dus kunnen verwachten. Dus niet alleen die eendaagse training, maar er is meer nodig. Um, het gaat over relevante inhoud aanbieden. Super logisch klinkt dat. Dat is echt zo belangrijk. Dus wat hebben mensen echt nodig om die stap te kunnen zetten in het werk? Het gaat over actief oefenen. Dus echt, het ja, is dus vaak wordt gedacht, hé we hebben actieve oefeningen, maar dat is het dus niet. Het is kun je dat gedrag wat ze moeten laten zien ook al actief laten oefenen tijdens een e-learning, tijdens een training. En het gaat over het heel concreet uitwerken van je acties. Dus wat je gaat doen na afloop. Dat is echt ook wel een gamechanger voor mijzelf geweest. Daar had ik nog nooit echt uh, mezelf heel erg in verdiept, totdat ik dit model zag. Nou, interessant, want die heldere verwachting is inderdaad van hoe verwachten je dat je die uh, werk toepast. Die is mij op zich wel duidelijk. Als je het hebt over relevante inhoud. Um, wat ik vaak zie in de praktijk is dat mensen juist te veel inhoud geven die niet per se nodig is. Moet ik daaraan denken? Ja, ja. Wat is dan echt nodig? En, en er zit ook een koppeling met heldere verwachtingen. We hebben het al eens eerder gehad, Henny, over uh, gedragsdoelen. Als we uitgaan van wat moeten mensen doen in het werk, dan kunnen we ook veel beter als we dat geformuleerd hebben met elkaar... nagaan, wat hebben mensen dan echt nodig aan inhoud? Dus wat zijn die situaties die ze in het werk meemaken... waar ze bijvoorbeeld beter in moeten worden? Oké, okay, en wat hebben ze daar dan voor nodig? En dat gaat soms dus ook over gewoon echt... dit soort concrete situaties die ze in het werk tegenkomen... om die te oefenen, om die aan te bieden... en om daar dan je theorie of je kennis aan te koppelen. Ja, interessant, want eigenlijk... Die vertaalslag is eigenlijk het allerbelangrijkste, ook als je de hele organisatie mee wil krijgen, ook als je als LD de middelen ervoor wilt krijgen. En toch gebeurt het niet altijd. Dus dat is denk ik ook wel een hele goede. Nou, het actief oefenen vind ik ook een interessante. Want volgens mij doel, doel je er dan op dat mensen vaak wel opdrachten krijgen tijdens een training of een e-learning. Maar dat kan bijvoorbeeld een quizje zijn. Terwijl Steve ik, ik zegt tegen jou, nou je moet leren reanimeren, dan moet je mij niet een quiz geven. Dan moet ik leren reanimeren. Ja. Toch? Ja, precies. Ja. ja. Ik uh, was naar de ETD geweest uh, vorige week... en toen zag ik een heel tof uh, e-learning module van een hotelketen... waarin iemand dan dat ontbijtbuffet, zeg maar, moest gaan uh, leren te onderhouden... terwijl dat het nou, bezig was. En ik kreeg dus echt, ook al was het in de e-learning... dus ik vond het echt heel tof om te zien... gewoon zo'n uh, uh, afbeelding voor zich... waarin hij dan alles moest herstellen wat fout was... En nou, dat is voor mij wel actief oefenen, want ja. dan doe je hetgeen, je herstelt hetgeen wat niet goed is in die situatie. En dat is wat je wil dat ze in de afloop ook doen. Dus aan dat soort dingen kun je denken, maar ook natuurlijk in trainingssituaties. Ja, ga maar gewoon eens zo'n situatie naspelen met een acteur. Soms is dat ook gewoon nodig. het maar eens oefenen. Ja, of met VR? Ja, VR. Ja, ja. Zie je ook steeds vaker inderdaad. Zeker. Ja. ja. Dus op het moment dat jij dan hebt over je reanimatie, ja, dan, dan moet jij daar toch... Uh, of die stabiele zijligging, ja, je moet het toch doen. Ik heb wel eens gereanimeerd in VR. Dat was echt heftig. Ja? <laughs> ja. ja, dat ging over een jongetje van 13 die een hartafval kreeg. Oh, pittig. Ja, dat was een uh, experiment op Lowlands. Heb je had zo'n uh, oh. science lab, daar ga ik altijd heen. Ja. En dan deden ze eigenlijk een, uh, een proef om te kijken of je inderdaad de, met de poppen even goed kon leren reanimeren als in VR. Uh, dat kon, maar ik vond het wel heel heftig. Oh. Want dat is een pop versus een jongetje van 13 die een hartstilstand krijgt. Ja. Maar goed, het werkt wel. Ja. Maar de, dat is dus ook: het gaat over zo realistisch als mogelijk oefenen. Ja. Dus in dit geval een jongetje van 13 voelt heel anders ja. dan een pop. Dat is een pop met zijn open mond die daarmee ja. op de grond zit. Ja. Ja, dus maar je moest wel uiteindelijk op zo'n pop reanimeren. Ja, dus zat een... Het ligt niet op de vaag op de grond te duwen dan, toch? Nee, daar zat een kussen met sensoren. Ah, oké. Okay. Ik vind het wel weer hilarisch. <laughs> ja, jij bent een heel erg beeld, denk Ik ja. <laughs> ja. Ik denk, leuk, je ziet het en dan moet je gaan reanimeren en dan <laughs> gewoon in het is, licht, is er niks. Oh, ja. Licht. Ja. Ja, het ergste was, ik was ook nog slecht. Dus dat kussen, dat, dat ga, ge, is gewoon Connector aan die VR. En die eigenlijk van, hij verliest zijn leven. Je ja. moet sneller, je ja. moet dieper drukken. Oh, 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 wat een vette ervaring. Ook. Ja, was maar ook cool. wel impactful, denk ik. De Hij heeft heel van veel 13. impact gemaakt. Ik ja. ja. kan je voorstellen, het was dag drie van Lowlands. Dus je hebt al uh, wat biertjes dag op de afgelopen dagen. En je gaat er dan heen. Nou, ik was wel een beetje emotioneel, zeg maar. Oh, ja. ik, ik deed ook die bril af. Hij heeft dat ook niet gered, die jongen. Nee. Oh, nee. <laughs> nee en die persoon van onderzoek jongen. zei ook... wat vond je ervan? Want je moet dan evalueren. Yeah. Nou, ik zat echt met die tranen over mijn gezicht. Het oh, <laughs> leek zo echt. <laughs> oh, bizar. Ja, dat, is echt, dat, echt, dat heeft, zoveel, het heeft wel heel veel impact gemaakt. Yeah. Ik vind het altijd wel een mooi voorbeeld van... hoe levens echt VR kan, so, kan zijn. Vet. Ik zou volgende keer toch gewoon een doen. <laughs> is toch leuker? Dat ja, is wat leuker, toch? <laughs> Inderdaad. Oh, heerlijk. Ja, precies. Ja, iets veiliger. Ja, ja. Iets minder... Jongetjes van dertien ja, die doodgaan. Precies. Tijd ballen. voetballen. Me... Oh, ja. oké. Okay. Ja. <laughs> okay, ja. nou dan hebben we het leerontwerp ook wel redelijk gehad. Ja, dan missen we toch nog... De lerenden. Ja. ja. Wat kan ik nou doen? Wat kun jij nou doen? Ja. Um, daar gaat het niet alleen over, want het gaat echt vanuit de perspectief van L&D. Okay. Dus het gaat over transfer motivatie en dat betekent willen mensen dit ook in het werk gaan doen zometeen. Dus niet willen mensen deelnemen of willen mensen de e-learning volgen of doen ze actief mee, maar echt willen ze dat wat jij ze aanleert ook gaan doen. Um, dat gaat daarnaast over geloof in eigen kunnen. Dus geloven ze zelf dat ze dit specifieke ding, noem het even ding, vaardigheid. Of dat ze dat ook kunnen gaan doen. Um, verwarren dat ook vaak een beetje met zelfvertrouwen. Maar dat zelfvertrouwen is heel breed. Hè? En dit gaat echt over één kleine specifieke vaardigheid. En uh, de laatste die, die, die daarin zit is uh, transferwielskracht. Uh, ook een heel mooi concept. Dat gaat erover... We kunnen nog zo gemotiveerd zijn, maar soms zakt onze motivatie weg. En als onze motivatie wegzakt, hebben we dan voldoende doorzettingsvermogen. om ook hetgeen te blijven doen wat we wilden doen. Ook als er allerlei andere obstakels zijn die we tegenkomen. Ja, want hoe kun je daar als L&D'er rekening mee houden? Ja, dat is, uh, dat is een hele goeie. Lijkt me ja. nou lastig, want iedereen heeft zijn eigen motivatie en discipline ook wel. Ja, nou wat, vanuit wil, wat we vanuit wilskracht weten, is, uh, het is als je naar onderzoek kijkt, weten we gewoon dat je wilskracht is beperkt. Aan het begin van de dag heb je goede nacht gehad, bent helemaal opgeladen als een soort van volle batterij. En op het moment dat jij allerlei nou, dingen moet doen die je niet wil, of dingen tegenkomt waar je keuze moet maken. Zoals bijvoorbeeld, ik heb, uh, mijn mailbox is ontploft. Ik moet alle mailtjes nog even weg wegwerken voor 11 uur. Want dan heb ik een podcastopname. Of uh, er is een klant die aan het uh, zeuren is. <laughs> of uh, misschien is er aan het thuisfront wel iets aan de hand. Ik heb een zoontje van anderhalf. Misschien uh, gaat het op de opvang niet goed. Het zijn allemaal van die dingen die jouw batterijtje steeds leger maken. En nou ja, we weten dus. Dat dat is, dat is een gegeven. Dus ja, hoe kunnen we daar... Wat kunnen we daaraan doen? We zorgen dat die batterij hoog blijft. Dat is één ding. Verzorgen dat we zo min mogelijk wilskracht verspillen. Dus ik zei tegen jou ook... Hennie, hoe ben ik hier gekomen vandaag? Ik noem mezelf altijd een beetje een wereldreiziger... met een kniphoog. ik ben met de trein gekomen... uiteindelijk heb ik een Uber genomen... omdat ik dat met metro's en zo... vind ik altijd mega ingewikkeld. Dat doe ik met een reden omdat ik denk, ik moet zo meteen dit, deze podcast nog met jullie opnemen. Vind ik ook oprecht gewoon een beetje spannend. En ik wil mijn energie besparen voor dit moment. Dus ik pak dan toch een ubertje. <laughs> Omdat ik dan hier veel meer ontspannen aankom wanneer de batterij nog hoog is. Um, ja, want anders moet je weer uitzoeken welke tram dan en hoe, waar moet lopen. Uh, en, ik, uh... ik weet niet eens wat het verschil is tussen tram en metro. Ja. <laughs> Daar ga ik al, zeg maar. Oh, Het is zo erg. Nou weet iedereen dit. Het is echt verschrikkelijk. <laughs> um, maar goed, ja. Waar kwam je ook weer vandaag <laughs> <laughs> Oorspronkelijk uit Brabant. Ah. <laughs> ja, um, wat we daarin dus kunnen doen om die wilskracht... Nou, hoog te houden is ervoor zorgen dat we het ook wel een beetje makkelijk maken voor mensen. Uh, hebben we ooit wel eens gehoord van motivation bundle? Dus koppel iets wat je moet doen aan iets wat je heel leuk vindt om te doen. Dat zou een tip kunnen zijn, waardoor het dus nou, toch iets leuker wordt al, ja. iets makkelijker, iets een andere framing krijgt. Uh, we kunnen ook denken aan bijvoorbeeld habit stacking, dus dat je het koppelt aan een al bestaande routine waarin je toevoegt. Dat is uh, makkelijker dan uit het niks een habit ontwikkelen. Precies, ja. ja. Uh, zo heb ik zelf... Ik had op een gegeven moment het idee... ik moet meer aan krachttraining doen... en ik moet ook uh, meer podcast luisteren. <laughs> we hebben we tegelijkertijd gedaan. <laughs> en een combinatie, nu, 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 een hele makkelijke combinatie. Nu ben ik inderdaad. dat dus elke... Oh, nou, nee, niet elke ochtend. Dat is overdreven. niet elke ochtend. Maar zeker drie keer in de week in de ochtend... voordat ik ga werken, doe ik dat... Uh, nadat uh, ik mijn kleine zoon uh, naar mijn partner heb gestuurd en naar de opvang, ga ik dus krachttraining doen en een podcast luisteren. Tegelijkertijd? Tegelijkertijd. Oké, okay, okay. nou ja. Bam. Nou ja. ja, en dan heb je het wel gedaan. Precies. Ja. En de kracht daarin zit dus ook dat ik het dus inplan in mijn agenda. Ja, ja. Want dus... ik denk dat dat, als je voor mij vraagt wat zorgt nou voor gedragsverandering, is bij mij in ieder geval dat ik dingen in mijn agenda zet. Want anders ga ik het gewoon vergeten. Ja. <laughs> of wil ik het vergeten? Ja. En dat is dus die hefboom die onder ontwerp zit. Dus je actieplanning, je transferplanning maken. Dus die, die concepten zo bij elkaar maakt het dan heel sterk. Ja. Ik was, was dat vorige week? Bij de Develop Hub, Develop, develop. Jaar uh, Congres. Hé, hey, daar was ik ook. Ja, was er ook? Ja, ja daar was, die, die, was zo'n spreekster, Ilona. Ja, dat is mijn... Uh, dat is jouw... Compagnon met ah, elkaar. Oh, te ja. gek. Ja. Maar die had het inderdaad daar ook over. En die zei ook nog van... Als je dan ook nog eens een keer een plaats aan weet te koppelen... dan ja. haal je het nog meer kans dat je het doet. Dus als je zegt, ik ga het krachttraining zeggen... ja, ja, het zal wel. Maar als je zegt, ja, maar wel uh, bij sportclub X uh, op de Breelaan... Dan, ja. dan gaat het je zeker lukken. Precies, dan kan die kans zo dus verdriedubbelen... dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Dus... Uh, Kijk. Eigenlijk is het op. Een tip, tip van jou via mij ja. via jou. Ja, is, Wat een mooie transfer. Ja. Ja, wel onthouden. Ja, ja, ja. <laughs> mooi dit. Mooi dit. Ja, kijk. We kregen ook zo'n kaartje dat je het kon opschrijven. Heb je dat gedaan? Nee, want ik, ik zit al helemaal vol oh, met, met transferinformatie. Oh, 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 ik denk jij gaat dat gewoon doen. Want dan kon ik nou vragen: heb je het ook daadwerkelijk gedaan? Maar nou, ja. nee. Dat ik, is dus ja. ook een van de tips. Zorg dat mensen dat daadwerkelijk in de. Ja, maar je moet wel willen groeien, doen. natuurlijk. Ja, iedereen? Ja. Wil je niet beter worden? Wil je ben, slechter ben je worden? Ik ben wel zo goed. <laughs> <laughs> ik ben blij dat jij. Zoveel zelfvertrouwen <laughs> eigen dunk heb. <laughs> hey, die zitten nog goed, zit, hè? Ja, ja die geloven nergens kunnen, van jou ja, dat, uh, dat, ja, dat nee, is het wel snor. Ik moet meer sporten, inderdaad. Ik, uh, <laughs> <laughs> dat was niet Sorry. mijn boodschap. Nee. <laughs> uh, bij waar? Uh, bij, uh, zijn we bij, bij mij achter? Een rondje om de golf aan? Oké, okay. en aan uh, welke habit ga je het koppelen? Ja, hardlopen. En, en een podcast luisteren Ja, maar dat doe ik zo, ja. Je ik luister te zoveel podcast dat ik soms weer op zoek ben naar een nieuwe podcast die ik dan weer moet luisteren. Oh, ja. oh, leuk. Ja, heb je nog een leuke tip voor een uh, podcast die je luistert? Oh, ik ben er nu een aan het luisteren, dat gaat over marketing in learning and development. Dat vind ik onwijs oh. interessant. Um, dus uh, ja, het triggert mij gewoon dat we daar ook veel meer mee kunnen. Mensen, het gaat niet alleen over transfer voor mij, maar ook hoe kun je überhaupt mensen motiveren om... Engaged raken om iets te gaan doen. Ja, wat met marketing en L&D bedoel je eigenlijk? Hoe kan je bij wijze van spreken de mensen binnen het bedrijf, ...enthousiasmeren, bereiken? Enthousi aan bereiken. Ja. ja, precies. Ja, dus ja. nou dat vond ik wel een leuke toevoeging weer om daar uh, naar te kijken. Ja, zeker. Ja, want bij er, Juridisch en hadden wij toch allemaal posters gemaakt, waarin dat gek nu een platform. Ja, we hadden een All hele communicatie aanpakken uh, uitgewerkt voor ze met webinars, maar ook een grote lancering. Dat vonden ze ook leuk met taart en zo. En overal hingen ook posters naast het koffieapparaat. Van hey, check de leeromgeving. Yeah. Maar ook, ja, wat... Steef, wat die verandert... Eigenlijk is een LMS implementeren ook dit. Want ze moeten leren dat ze naar nou dat systeem moeten de hele tijd. Dus enerzijds zeggen we altijd... we moeten ervoor zorgen dat dat een centrale ingang is... Maar als je, nou ja, het, het FOC-model je okay, misschien ook wel van BFOC. Van gedragsverandering ja. is motivation, curability, trigger. Dus ze we kunnen wel gemotiveerd zijn en ze kunnen het uh, de, nou, de, inloggen zo. Dat vind ik allemaal niet zo moeilijk. Maar als we ze niet triggeren vanuit ja. het systeem. Van hey er staat weer iets nieuws voor je klaar, dan vergeten ze het. Dus dat is ook wel iets waar wij in onze eigen implementatie aanpak best wel rekening mee houden. Met hoe krijgen ze nou telkens terug ja. naar dat systeem? Ja. Dus, uh, en dat gaat, daar gaat die podcast dus ook over. Nou, leuk. Dus, Hoe heet ja. die? Weet je dat? Oh, shit. Nee, sorry. Maar, zo even niet. We gaan wel even googlen. Marketing, learning and development. Ik zal hem uh, delen. Dan gooien we hem ja. in de show notes. Ja, top. Leuk. Nou, top. En je hebt ook in de show notes volgens mij... ga je iets delen wat ze kunnen nalezen over al deze 12 hefboorden? Zeker. En ik heb nog iets anders leuks. Dat heb ik jullie even nog helemaal niet verteld. Ik heb namelijk een boek meegenomen van Ina Wijnbouwer. En die kunnen we denk ik wel... Uh, ...weggeven. Nou, leuk. Wegloten. Ja. Mm, wat een Ja, uh, met de twaalf hefbomen erin. Ah, oké. Okay. Ja. Van die dame uit Oostenrijk. Precies. Met onderzoek en hoe je daar dan praktisch toepasbaar invulling aan kunt geven. En daar heb ik zelfs nog twee leuke transfertools bij gedaan. Kijk. Dus ik dacht, uh, wat zullen we doen? Ja, ik zou zeggen, stuur gewoon een mailtje naar ons. Ja. Uh, met uh, ik wil winnen en waarom? Ja, of zullen we hem net een stapje hoger doen? Ja, dat we zeggen vertel. Wat heb je met deze inzichten gedaan? Of maakt het dan weer... Nee, hey, dat is goed, We dan ja? moeten ze toepassen, deze ja, podcast. Ja, ja. Hoe ga ja. En dan hoe mag je dat heel concreet, concreet toepassen. Maar hoor. heb je dan het boek heel nog nodig? Ja, natuurlijk. Ja. Goed, dus. <laughs> nee, <maar laughs> dan zeggen wij niet goed genoeg. Nee, het nee. Goed. Okay, dat doen we. Deel hetgeen wat je van plan bent om te doen. Ja, dus het, heel concreet. Het kleine mini-stapje. Ja. En dan uh, kun je mee... Winnen meedoen. Ja? Mee ja? Kijken wij onafhankelijk trekken we iemand met het beste verhaal. Doen we met AI gewoon toch? Ja. ja. <laughs> Welke vind jij het beste gemotiveerd? Ja, ja precies. Ja. Nou top. Dan zou ik zeggen: mail je motivatie naar info.pluvo.nl Dan komen ze bij ons allemaal binnen. Kunnen we samen met je uitkiezen. Heel erg neutraal en zonder AI. Komt goed? En als ze nog wat meer over jou willen weten, Britt, en over jouw manier van werken, hoe kunnen ze jou dan vinden? Ja, uh, voeg me toe op LinkedIn, dat sowieso. En uh, nou, onze bedrijfsnaam is www.route12.nl, dus route 12. Uh, en dat schrijf je uh, aan elkaar met gewoon alles in letters, dus niet 1, 2, maar 12. Nou, dat moet te vinden zijn. Ja. ja, hoop ik ook. Ja, 12, van twaalf 12 hefbomen. Bam, hey. je hey. snapt hem. Hey. Super zo, he? zo snel, zo snel. Het gebeurt hier. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Ja, Dank jij ook bedankt voor de podcast. Ja. Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week. Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram at pluvo.nl